Dames en heren, ik wil u vanmiddag iets vertellen over mijn onderzoek naar prostitutie in de 17e en 18e eeuw in Amsterdam. Amsterdam is al eeuwenlang een grote stad, een handelscentrum, een grote havenstad tot voor kort. Een stad die heel veel toeristen trok en trekt, een stad die veel immigranten trok en trekt. Dat is bij elkaar een goede voedingsbodem voor een uitgebreide prostitutie. En die is er dan ook altijd geweest. Amsterdam heeft ook altijd de naam gehad van prostitutiestad. De slechte reputatie, kun je wel zeggen. En wat ook opvallend is, het zit al eeuwenlang in dezelfde buurt. In de oude binnenstad, zo tussen het IJ en de Dam. Om te beginnen met de Zeedijk. En voor mij als historica die zich met dit onderwerp bezighoudt, is het dan ook fascinerend om over de Zeedijk te lopen, de Zeedijk van nu. Het is een soort openluchtmuseum. Ik loop daar en ik zie de straten, de steegjes, ik zie allerlei namen. Een waterpoortsteeg, nieuwe brugsteeg, die ik uit mijn archiefstukken ken. Ik zie de huizen, veel is er niet veranderd, er is wat gerestaureerd. En dan denk ik, waar heeft het nou allemaal gezeten? Waar zaten nou die hoerhuizen en die speelhuizen waar zoveel over te doen was? In die tijd had je geen adressen. Ik weet wel een heleboel namen. Namen van huizen, zoals het Hof van Holland, de Posthoorn, het Wapen van Batavia, de Reizende Zon, het Bootje. Maar je had in die tijd alleen maar gevelstenen of uithangborden die een huis aanduiden. En de enige waarvan ik denk, dat heeft er misschien mee te maken, is deze gevelsteen in de Zwarte Hoorn. Misschien heeft dat iets te maken met het beroemde huis, de Posthoorn. De tocht zo door de Rosse Buurt in Amsterdam zou je ook nog kunnen maken aan de hand van een boekje uit 1681. Een boekje getiteld Het Amsterdamse Hoerdom, in die tijd ontzettend beroemd. Dat boekje, dat is zogenaamd geschreven door een Rotterdammer. Die Rotterdammer zit in de trekschuit naar Amsterdam en hoort praten over al die leuke meisjes in de Amsterdamse speelhuizen. Hij denkt, daar wil ik wel eens een kijkje nemen. 'S Nachts valt hij in slaap en dan verschijnt hem in zijn slaap de duivel. En de duivel neemt hem mee op een tocht door het nachtelijke Amsterdam. En wat ze dan vooral bezoeken zijn de speelhuizen. Ik heb het woord al een paar keer genoemd. Bij speelhuis moet u denken aan het woord spelen, muziek spelen. Het was een soort dancing. Er zat een bandje, zal ik maar zeggen, van klavicimbel, viool, soms ook een gamba. Er werd gedanst. Je kon er eten, drinken. De illustraties in het Amsterdamse Hoerdom in andere boekjes laten zien hoe dat in zijn werk ging. Iedereen kon er zo 's avonds uitgaan, zal ik maar zeggen. Maar de vrouwen die daar zijn, zijn geen gewone vrouwen. Dat zijn hoeren die daar komen om klanten op te pikken. En iedereen weet dat. En dat is natuurlijk ook de reden waarom zoveel mensen daar komen kijken. Amsterdamse Hoerdom geeft enorm veel informatie. Het is een soort reportage, zoals ik al zei. Je leert er van alles over de organisatie, over de geografie, over de vervolging. Maar het is eigenlijk minder een pure beschrijving dan op het eerste gezicht lijkt. Het gaat eigenlijk over iets anders. En waar het over gaat, zegt eigenlijk de titel al. De volledige titel van het boekje luidt: Het Amsterdamse Hoerdom behelzende de listen en streken, daar zich de hoeren en hoerenwaardinnen van dienen, benevens derzelfde manieren van leven, dwaze bijgelovigheden en in het algemeen hetgeen bij deze juffels in gebruik is. U ziet hier de titelprent van de Franse editie, dezelfde titelprent als de Nederlandse, en dan ziet u de duivel staat achter al deze vrouwen. Want ook dat Amsterdamse Hoerdom is één litanie over de slechtheid van de vrouwen. Prostitutie gaat
eigenlijk niet over seks, het gaat over oplichting. Het gaat over bedrog, het gaat over schone schijn. En het gaat over hoe je, op welke manier je het makkelijkst geld uit iemands zak klopt. De daders van deze oplichting, de instigatoren zijn de vrouwen, de hoeren en de hoerenwaardinnen. En daarachter staat, zoals u zelf ziet, de duivel. Met soms een grote blaasbalg om de kwade gedachten in het oor van de vrouwen te fluisteren. Het zijn de blaasbalgen der zonde. De mannen die in het verhaal voorkomen, de klanten, die zijn eigenlijk passief in dit verhaal. Ze zijn verleid, het zijn dwazen, het zijn sukkels. De vrouwen zijn degene die hier de actieve persoon zijn. Je kunt ook lezen in die boekjes dat elke vrouw in principe, als ze de kans krijgt, een hoer is. Dat is natuurlijk een typisch mannelijk beeld. U begrijpt ook dat al die dingen geschreven zijn en getekend door mannen. Een ander genre waarin je het beeld ziet van de prostituee is het in de schilderkunst, waarin het thema van het bordeeltje, van het voorstel, van het de vrolijk gezelschap, de verleiding, allemaal titels waaronder eigenlijk hele mooie schilderijen zijn geschilderd met het spanningsveld, seks en geld. De beroemdste schilders hebben ze geschilderd. Dit is een Vermeer. Honthorst heeft ze geschilderd, van Mieris. Jan Steen heeft wel 30 schilderijen geschilderd met dit thema. Dit is een Jan Steen. Ook hier is het weer zo. De vrouwen zijn de actieve partij. De mannen zijn de verleide dwazen. En het eindigt niet zelden ermee dat ze ook nog beroofd worden. Een mannelijk beeld dus. En dat is niet mooier te illustreren dan door te laten zien hoe de enige vrouw die zich met dit genre heeft beziggehouden het thema heeft uitgebeeld. Dat is het schilderij, de schilderes die ik nu bedoel is Judith Leister, die in 1625 het schilderij De Verleiding of het Voorstel schilderde. En dan ziet u meteen een heel ander beeld van, zeg maar zeg, dat spanningsveld tussen seks en geld. U ziet hier niet een actieve verleidster, een gedecolleteerde, uitdagende dame, maar een meisje, misschien uit een gewone volk, zedig gekleed, een naaister van een vak, die in de verleiding komt, dat man met dat geld in de handen. Het is een heel ander perspectief, een heel andere sfeer. Ik heb u verteld over al die boekjes, prenten, schilderijen met dit thema. Dat waren er ontzaglijk veel in die 17e eeuw. Veel meer dan je van het Calvinistische Holland in die tijd zou kunnen denken. Er was een soort fascinatie met de zonde en met de seksuele zonde. Ook omdat men vreesde in die tijd dat God de mensheid zal straffen voor het toelaten van zonde. Hoeren waren dus niet zomaar zondaressen, maar ook nog misdadigsters. Al die prenten en geschriften, die zijn bronnen voor de geschiedenis van de prostitutie. Maar het geeft in de eerste plaats een beeld. Je kunt het fictionele bronnen noemen, fictie, verzonnen. Wil je meer weten, en dat wou ik, dan moet je zoeken naar een ander soort bron. En die zijn er ook in overvloed in Amsterdam. Namelijk in de rechtelijke archieven. Prostitutie werd vervolgd als delict, omdat het ook gezien werd als iets wat zeer schadelijk was voor de maatschappij. Ook vanwege de angst voor Gods wraak. Prostitutie was strafbaar, werd vervolgd. En in Amsterdam zijn in de 17e en 18e eeuw vele duizenden hoeren, hoerenwaardinnen en ook hoerenwaarden gearresteerd, in voorarrest gebracht in de kelders van het, wat nu het Paleis op de Dam is, maar toen het stadhuis. En die zijn verhoord. Die verhoren zijn genoteerd in de zogenaamde confessieboeken. Ik koos daarvoor de periode 1650-1750, een periode waarin 38.000 processen werden afgehandeld. Een vijfde bleek daarvan te gaan over prostitutie. Ik heb daar ook vrij veel tijd aan moeten besteden, omdat er geen index is of je moet gewoon alles doorlezen. Het mooie van de confessieboeken is, u ziet er hier een paar op een rijtje staan. Het mooie van de confessieboeken is dat ze zoveel, zal ik maar zeggen, harde informatie geven. Confessieboek 333 graag.
Zo'n verhoor begint met de vraag naar de naam, leeftijd, geboorteplaats, verder allerlei informatie over het delict, de prostitutie. En naarmate de tijd verder voortschrijdt in de 18e eeuw, krijg je ook steeds meer andere informatie. Er wordt steeds meer gevraagd van, je bent naar Amsterdam gekomen, hoe kwam je hier, waarom ben je in de prostitutie terechtgekomen, heb je kinderen, wat is daarmee gebeurd? En op die manier is het er werkelijk een goudmijn aan informatie. Ik heb u verteld over twee soorten bronnen. De ene is de fictie, kan je zeggen, heel simpelweg, de geschriften en de afbeeldingen. De andere kant zijn de non-fictiebronnen. Bronnen als verhoorboeken, maar ook opgeschreven klachten van de kerkenraad, opgeschreven klachten van buren over prostitutie. Je moet zo beginnen met zo'n indeling van fictie, non-fictie, beeld en werkelijkheid. Maar in werkelijkheid is het veel gecompliceerder als je ermee gaat werken. Alle fictie is namelijk ook toch gebaseerd in die werkelijkheid. Het Amsterdamse Hoerdom bijvoorbeeld geeft naast het beeld van de slechte vrouw wel degelijk ook veel informatie over de prostitutie in die tijd. En aan de andere kant zijn die rechtelijke archieven veel minder werkelijk dan het zo lijkt. Ze zullen niet gelogen hebben over hun leeftijd of waar ze vandaan komen. Maar in alle andere opzichten, waar wordt meer gelogen dan voor de rechtbank? En niet alleen is het een kwestie van dat men zich verontschuldigt en liegt voor de rechtbank, maar ook wat men vertelt, wat ieder mens trouwens vertelt, wordt gegoten in de vorm van een verhaal. Iedereen verontschuldigt zich in een verhaal en dan heb je meteen ook alweer fictie. Maar ook die fictie is natuurlijk gebaseerd in de werkelijkheid van die tijd. Maar je moet dus altijd bedenken dat non-fictiebronnen veel werkelijkheid bevatten en zogenaamde werkelijke bronnen veel fictie. Als je meer aan het werk gaat met bronnen, is er nog een levensgroot probleem wat ook bij elk historisch onderzoek wel voorkomt, maar hier wel in het bijzonder. Namelijk, je werkt met woorden en concepten die eigenlijk van onze tijd zijn. Het woord prostitutie, woord prostituee, is 19e eeuws. In de 17e, 18e eeuw werd een ander woord gebruikt, namelijk hoererij en hoer. Maar het is niet alleen een kwestie van een ander woord. Het is een heel ander concept. Wanneer wij het hebben over prostitutie, gaat het over, heel simpel gezegd, seks voor geld en dan op een beroepsmatige manier, hè, als beroep. Als het in de 17e eeuw men het heeft over hoererij, gaat het over ontucht. Alle seks buiten het huwelijksbed. Of daar nu voor betaald wordt. Of je dat nou met één persoon deed. Of met 5 klanten per dag. Als broodwinning, dat maakte eigenlijk niet uit. Dat was het hele punt niet. Heb je het dus over prostitutie in de 17e eeuw, dan ben je eigenlijk al bezig op glad ijs, omdat je concepten gebruikt en zeker woorden die dan eigenlijk niet van deze tijd zijn. Als je nog verder nadenkt over bronnen, over hoe je iets over het verleden te weten komt, dan sta je toch altijd, en iedere historicus staat dat, voor het probleem dat wat je over hebt uit het verleden, van zeg maar de werkelijk geleefde mensen, is beeld en taal. Dat heb je. De werkelijkheid zelf is weg. En taal is een afspraak, is een verhaal. Kun je de werkelijkheid van vroeger eigenlijk wel kennen? Wat kunnen we eigenlijk weten van vroeger? Nou, is daar een hele discussie over. Er zijn mensen die zo ver gaan en zeggen van, wij kunnen de werkelijkheid niet weten, alleen maar het beeld of de werkelijkheid doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Maar ik wil u toch meenemen naar de wijze waarop ik geprobeerd heb van de bron naar de feit te komen. Want er zijn natuurlijk gradaties in problemen. Bijvoorbeeld de confessieboeken geven wel degelijk een grote mogelijkheid om dingen met zekerheid vast te stellen. Zo is het zo, je kunt gewoon tellen dat de meeste prostituees bijvoorbeeld niet in Amsterdam waren geboren. 80% was immigranten, iets wat ons bekend in de oren voorkomt. Ook de beroepen die ze geven veel informatie. Relatief veel waren textielarbeidsters. Dat wil zeggen naaisters, breisters, spinsters, kantwerksters. Eigenlijk opvallend weinig waren dienstbodes, toch het grootste vrouwenberoep in die tijd. Wat je ook heel goed kunt doen op basis van die confessieboeken is een reconstructie van de organisatie van de prostitutie in die tijd.
Het was kleinschalig. Een hoerenhuis, een hoerenwaardin, met één of twee vrouwen in huis. Dat is niet verwonderlijk, want de hele economie was in die tijd heel kleinschalig georganiseerd. Aan het hoofd stonden bijna altijd vrouwen. Dat komt dus overeen met het beeld op de afbeeldingen. Iets waar je veel minder zekerheid over hebt, is de klanten. Want de klanten werden niet systematisch vervolgd. Je hebt dus alleen maar een beeld tussen de regels door. En dat geeft wel aan dat het bijvoorbeeld de zeelieden, die altijd genoemd worden als de klanten van de prostitutie in Amsterdam, dat die inderdaad zo tussen de regels door, dus niet als verdachten, heel veel voorkomen in die confessieboeken. En als bijvoorbeeld een prostituee trouwt, is het ook altijd met een zeeman. Als ze heel veel zeggen van, mijn man is naar zee, mijn man is naar Indië gegaan. De connectie met de zeevaart wordt toch uit die geschriften wel degelijk duidelijk. Er zijn ook dingen die je graag wil weten, maar die je toch eigenlijk niet zo goed aan de weet komt. Waar je niet verder komt dan redeneren of schatten. Bijvoorbeeld de omvang van de prostitutie in die tijd. U ziet dat ik toch maar het woord prostitutie gebruik. Je kunt niet een ander, een derde woord gaan bedenken. Het aantal gearresteerde vrouwen is natuurlijk niet hetzelfde als het aantal werkelijke prostituees. Er is altijd een groot aantal dat niet gearresteerd wordt. Maar op basis van de arrestaties en van een telling aan het begin van de 19e eeuw, acht ik het waarschijnlijk dat zo'n 800 tot 1000 prostituees werkzaam waren op elk moment. Vanwege de kleinschaligheid betekent dat dan 300 tot 500 organisatoren. Dan zijn er dienstbodes, dan zijn er muzikanten. Dan zijn er uitsmijters, er lopen een heleboel mensen omheen die er wat aan verdienen. En dan kom je op een branche van 1500 tot 2000 mensen die daarvan leefden in een stad van 200.000 inwoners. Dat is dus een middelgrote bedrijfstak. Maar het is weer heel moeilijk om daar precieze cijfers, en al helemaal niet, om daar precieze economische cijfers voor te geven. Er zijn soms zaken in de geschiedenis van sowieso in de geschiedenis, maar in de geschiedenis van de prostitutie, waar je niet meteen aan denkt, maar die toch geweldige invloed hebben. Die je niet rechtstreeks zo uit de bron haalt. En daarvoor biedt de geschiedenis van de speelhuizen op de Zeedijk een prachtig voorbeeld. Die speelhuizen, heb ik u verteld, is iets nieuws. Dat is, op een gegeven moment wordt daarover gepraat, wordt daarover geschreven. Het Amsterdamse Hoerdom is daar een van de eerste boekjes over. Hoe komt dat nou? Waar komt dat nou vandaan? En dan zie je dat daar drie elementen die misschien uit een onverwachte hoek komen, veel mee te maken hebben. In de eerste plaats is er een stadsuitbreiding in de tweede helft van de 17e eeuw. De stad wordt op de schop genomen. Het paleis op de Dam, het stadhuis wordt gebouwd. Er zijn geweldige bouwactiviteiten. En in de loop daarvan worden een aantal buurten waar traditioneel hoerhuizen zaten, prostitutie zat, worden met de grond gelijk gemaakt. Die mensen moeten weg. En aan de andere kant is er de oude binnenstad, de Warmoestraat, de Nest, de Zeedijk, waar altijd beschaafde lieden wonen, zal ik maar zeggen. Die gegoede lieden trekken uit die wijk weg, gaan naar de nieuw aangelegde grachten. En de verdreven prostitutie van bepaalde, van die buurten, die trekt naar de binnenstad. Dat is punt 1. In de tweede plaats is er iets wat heel veel invloed heeft gehad, waar je ook niet in de eerste plaats aan zou denken. Namelijk de aanleg van de straatverlichting in 1669. U moet zich voorstellen dat in die steden vroeger het 's nachts ontzettend donker was. Het enige verlichting was, volgens een bepaling in Amsterdam, dat elk 12e huis een lantaarn voor de deur moest hebben hangen met 1 kaarsje erin. U kunt zich voorstellen dat er van een nachtelijk uitgaansleven niet zo heel veel terechtkomt dan. Je blijft liever binnen. Het is ook wel bekend dat mensen die wat ophadden 's nachts een groot risico liepen om in de gracht te donderen en te verdrinken. Nou is die straatlantaarns zijn geplaatst. In de loop van 10 jaar werden er ongeveer 2400 straatlantaarns geplaatst. Het was iets nieuws in Europa. Het is veel nagevolgd. Er is ook over geschreven in die tijd. En opeens zie je een nachtelijk uitgaansleven bloeien, waaronder nachtelijke prostitutie. Voor het eerst zie je dan de kerkenraad klagen over tippelaars 's nachts. Je ziet het aantal, binnen een paar jaar wordt het aantal nachtelijke politieposten verdubbeld. Het aantal nachtwachten verdubbeld. En vanaf dat moment zie je de bloei van die speelhuizen. En dat trok gewoon mensen aan. Dat trok nieuwsgierigen aan.
de boekjes die allemaal zeggen, oh wat erg is dit in Amsterdam, mag dit allemaal zo, die trekken natuurlijk op zichzelf enorm veel mensen aan die wel eens gaan kijken hoe erg dat dan weer is. Die speelhuishouders die verdienen eigenlijk hun geld niet aan die prostituees, maar aan de omzet van de drank. Dus die zijn vreselijk blij met al die kijkende mensen. En die doen vreselijk hun best. Ik stel me zo voor dat die boekjes ook gelezen worden door de speelhuishouders om precies hun huis in te richten zoals het dat in die boekjes beschreven staat. Dat is dus een... Er wordt dus een mythe gecreëerd waaraan het bedrijf maar al te graag wil voldoen, want daar valt geld aan te verdienen. Dus de klachten en het geschrijf over die prostitutie houdt die hele zaak prachtig in stand. U begrijpt dat er eigenlijk ook een parallel is met de moderne tijd. Er wordt zo ontzettend veel geschreven over de wallen in Amsterdam, programma's. Dat houdt elkaar prachtig in stand. Het VVV heeft nu zelfs bordjes naar de wallen toe. En ik neem aan dat er een hele middenstand is die daarvan profiteert. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij de moderne tijd, bij de Zeedijk, bij de wallen van tegenwoordig. Met dit uitstapje naar vroeger. En dan, ja, weer als ik daar loop, denk ik, wat is nu anders? Wat is nou veranderd? Er zijn dingen hetzelfde gebleven. Ik zeg al, de plek, de wisselwerking van de mythe en de werkelijkheid. Maar als je er goed over nadenkt, is alles in de geschiedenis juist zo vreselijk anders. Ik heb het ook gehad over een grote stad. Toen was het 200.000 inwoners. Dit was de derde stad in West-Europa. Nu is het dan het drievoudige. Maar je moet bij een grote stad in die tijd iets anders voorstellen. Het is een stad waar 's avonds de poorten dichtgaan om 9:30. Waar 's avonds zelfs het water wordt afgesloten. En dan komt de schutterij langs en die doet de poorten op slot. En die brengt de sleutels naar de burgemeester. En die sleutel gaat 's nachts bij de burgemeester onder het bed. Dat is dus niet wat wij ons voorstellen bij een metropool. Ik heb het gehad over 80% is immigranten. Maar wanneer wij aan immigranten denken, dan denk je aan buitenlanders, illegalen, et cetera. Maar we hebben het hierover nog geen een periode waarin er nog geen paspoorten zijn. Iedereen, je bent een burger van je stad, maar niet een burger van je land. Als je al een papiertje hebt met een burgerrecht, is dat van de stad, kon je gewoon kopen. Dus een illegaal is dan eigenlijk een niet bestaand begrip, als je dat met tegenwoordig wil vergelijken. En iemand uit Haarlem, of iemand uit Oldenzaal, of iemand uit Hamburg, dat zijn alle drie immigranten. Zo zijn er zoveel details waarbij je denkt, het is eigenlijk toch zo essentieel anders. En dan kom je weer op het probleem van de bronnen en de geschiedschrijving en het zoeken naar de historische werkelijkheid, naar de mensen van toen. En hoeveel er ook is, hoeveel je bij wijze van spreken kunt aanraken, toch heb je dan zo vaak het idee dat uiteindelijk het echt wat je wil weten, dat je toch op het laatste moment altijd net ontglipt. Dank u voor uw aandacht.